Koop je nu goederen of diensten uit een ander EU-land, hoe zit het dan met de BTW? Nou, je moet het onderscheid maken allereerst tussen het inkopen van goederen en het inkopen van diensten. Gaat het om goederen, dan ontvang je meestal een factuur met 0% BTW. In Nederland moet je dan BTW betalen over de inkoop. Dit is een intracommunautaire verwerving. Je rekent dan zelf de BTW uit, de Belastingdienst heeft hiervoor een hulpmiddel staan, en dit geef je vervolgens aan in rubriek 4b. Aan u verrichte leveringen vanuit het buitenland, leveringen of diensten uit landen binnen de EU. Als je nu recht hebt op vooraftrek, dus wanneer je een BTW-plichtige ondernemer bent, neem je ditzelfde BTW-bedrag weer op bij de rubriek 5b, voorbelasting. En per saldo betaal je dus niets. Ik gebruik zelf hiervoor eboekhouden.nl en daarmee worden deze facturen direct goed geboekt in mijn BTW-administratie en direct in mijn BTW-aangifte. Koop je nu diensten in vanuit een ander EU-land, dan staat er meestal BTW verlegd op de factuur. Ook dan breek je de BTW zelf en geef je deze weer aan in je BTW-aangifte.